Je hebt prima dat ik gezien in jouw film. Hoe lukt dat jou? Veel steek. Oh, ja. Dat was prima dat ik gezien namens Film 1 en nu wil ik mijn gratis abonnement. Ik wilde toch iets maken over Nederland en de politiek. Er zijn zoveel gekke dingen gebeurd de laatste tijd en politiek ligt zo op straat en het leent zich gewoon heel goed voor comedy. Ze zijn te gast in dit land. Ja? En dit land is natuurlijk niet toevallig zoals het is. Wat Smeets eigenlijk zegt is, ze zijn te gast in dit land, dus ze moeten zich aanpassen. Als het aan u ligt, staat een groot deel van onze burgers buitenspel. Bestaat buitenspel ook bij hockey? Uw pleidooi is... Want wij zijn graag de gordelpannenkoek na van de wereld. Ik ben zelf natuurlijk in de Jordaan geboren en opgegroeid. En omdat ik wel mensen uit de politiek kende, ging ik wel eens met die mensen en met mijn familie praten. Dat leverde echt de leukste gesprekken op. En daar is een beetje het idee ontstaan om dat te maken. Een film waarin die twee werelden bij elkaar komen. Die net voorbij komt in een zoekjurk. Die is toch achterlijk? In zekere zin is zo iemand wel achterlijk. Zeg dat nou eens in het openbaar. Dan stem ik bij wijze van spreken ook nog op je. Zeg nou zelf, wat deugt er niet aan mij? Zeg gewoon een sausje aan sociaal. Ja, heel Nederland kwam voorbij. Letterlijk en figuurlijk in de film. En ja, het was wel een pittige analyse van Nederland. Hoe dat nu een beetje op dit moment in elkaar zit. Wat Eddie eigenlijk wilde doen met deze film is Den Haag eigenlijk als decor maken. Maar volgens hem en volgens mij ook gaat de film over mensen. En, wat ze meemaken, wat ze doen als ze macht krijgen. Wat ze doen in de relationele sfeer. Humor is erg belangrijk in deze film. En als de mensen de kleine humordingen oppakken, dan zakt je zwaartepunt ongeveer in je schoenen. En dan kun je alleen maar blij zijn. Ik ben chef de Klerk. En ik heb 9 maanden in Afghanistan gediend. Oké, fijn dat je er bent. Dat intiemer zijn, is dat met z'n allen tegelijk of één voor één? Ja, dat is de verdienste van Eddie. Die schrijft het hele script van A tot Z helemaal zelf. Hij heeft daar wel echt een talent voor, ja. Om een soort vinger op de pols. En dat met luchtig en toch licht diepzinnig te verfilmen. Dan lees je het en dat is gewoon... Ja, taal zoals je het zelf zou willen spreken. Wat Eddie heeft gedaan is dingen uitgepakt en die onder een vergrootglas gelegd. En daarom worden ze vaak grappig. Maar ja, er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Dat de media sensatiebelust is. En als alles goed gaat en koek en ei is, dan is het niet interessant. Op het moment dat er fouten worden gemaakt of er worden heftige uitspraken gedaan, dan staat iedereen op de eerste rij om het vast te leggen. Hun cultuur is achterlijk, zegt Jos Franse, politiek leider van Rood-Groen. Ik heb het nooit in de context gezegd. 72% vindt de uitspraken van Jos Franse niet kwalijk. Rood-Groen groeit aanzienlijk. Hij is stapelgek geworden. Het ene moment zegt u dit, dan weer dat. U bent een draaideur. Ik ben van de Arbeiderspartij en Tom Jansen speelt van Groen-Rood, of Rood-Groen heet het geloof ik, de Rood-Groene. En die, die gaat steeds meer populaire standpunten verkondigen. En daardoor stijgt hij en dalen wij. Fox Popen is een film die Nederland laat zien. Dat is ook prachtig. Dat vond ik heel leuk om eens te maken met Eddie. Een film die Nederland in de afgelopen jaren laat zien. Tom Kas, de comic relief, is eigenlijk dat woord is nog te min eigenlijk voor wat hij doet. We pisten af en toe in ons broek van lachen op de set al. Maar ik zie het nu terug en het is gewoon niks te veel. En hij slaat de spijker op zijn kop. Dus ik vind echt een hele grote pluim naar Tom Kas. Aan zwart. Pa! Pa! Doe even omhouden! Je moet bij mij niet zo beginnen. Er zitten twee nessenhoentjes in het riet.